Welkom bij weer een nieuwe aflevering. Gelukkig hebben de meeste mensen hun zonnepanelen weer teruggeplaatst. Volgens een energiebedrijf was er een probleem met te weinig stroom. Dat is nu weer opgelost. Er hebben toch nog een aantal kinderen hun fietsverlichting niet op orde. De politie heeft meer dan 150 waarschuwingen uitgedeeld aan kinderen die hun verlichting niet op orde hadden. Volgens de fietspolitie is het gevaarlijk om zonder licht te fietsen. Bas was gisteren in het nieuws omdat hij een Sinterklaas kalender had gekregen. Vandaag mag hij alweer een kruisje zetten op deze kalender en is er weer één dag dichterbij, pakjesavond. En we gaan snel door naar het volgende stukje. We hebben nieuws over René en opa. René heeft haar mega Avisome verlanglijstje helemaal klaar met poppen, games, snoep en alles wat je je maar kunt bedenken. Maar luister naar dit, opa heeft maar één ding op zijn lijstje staan, de zon. Opa, die altijd een beetje bibberig is van de kou, heeft bedacht dat als hij iets mag wensen aan Sinterklaas, het de zon moet zijn. Een beetje zon op mijn gezicht, dat zou me pas echt warm maken deze winter, zegt hij met een glimlach zo groot als een pepernoot. René checkt haar lijstje nog een keer, lacht naar opa, en zegt opa, dat is zo lief. Maar ik denk dat Sinterklaas wel iets meer kan regelen dan alleen de zon. Opa knipoogt naar René en zegt dat is waar, lieverd. Maar weet je, de zon is gratis en schijnt voor iedereen. Dat maakt het voor mij het allerleukste cadeau. Dus terwijl René zich verheugt op haar cadeautjes, hoopt opa stiekem op een dag vol zonnestralen. Misschien heeft Sinterklaas een hotline naar de weergoden, fluistert opa geheimzinnig. De familie kijkt uit naar een extra gezellige tijd, met cadeautjes voor René en hopelijk een flinke portie zonneschijn voor opa. Dus laten we duimen voor een stralende winter. Pannend nieuws uit de creatieve hoek van Amir. Tienjarige Amir heeft namelijk de handen uit de mouwen gestoken en zijn eigen pietenmuts in elkaar geflanst. Met kleurrijke stof, knutsellijm en een flinke dosis knutselplezier heeft Amir een meesterwerk gecreëerd dat niet zou misstaan op het hoofd van een echte piet. De muts is versierd met glittersche pluizige pompons en stralende sterren, waardoor het een waar kunstwerk is geworden. Amir, stralend van trots, vertelt: ik wilde een speciale muts maken die opvalt. Misschien komt Sinterklaas wel langs om hem te bewonderen. De ouders van Amir zijn net zo enthousiast en hebben de muts al op een ereplekje in de woonkamer gezet. Amir heeft echt zijn best gedaan. De woonkamer ziet er nu uit als een feestelijk pietenpaleis. Laten we met z'n allen Amir feliciteren met zijn geweldige knutselwerk. Wie weet inspireert hij andere kinderen om ook hun creatieve talenten te laten stralen. Belangrijke nieuwsflesje Camerabatterij Ugo. Hier is een update vanuit het Pietenhoofdkwartier. Er schijnt wat problemen te zijn met de camera's, de batterijen zijn leeg. Ja, je hoort het goed, de Pieten zijn even zonder stroom. Een betrouwbare bron meldt dat de Pieten druk bezig zijn geweest met het vastleggen van hun ondeugende capriolen en voorbereidingen voor het grote feest. Maar, zoals dat soms gaat, zijn de batterijen leeg geraakt net op het verkeerde moment. Piet, die bekend staat om zijn technische skills, mompelde, het is weer die ondeugende fop Piet geweest, die heeft vast met de schakelaars lopen klooien. Andere Pieten lachen erom, maar beloven dat ze het snel oplossen. Dus, voor nu, kunnen we even niet genieten van de Pieten-avonturen op camera. Maar wees gerust, zodra de batterijen zijn opgeladen, zijn ze terug met nog meer vrolijkheid en geintjes. Hijf afgestemd op het Pietenjournaal voor meer updates. En vergeet niet, op Piet, we hebben je in de smiezen. Technische groetjes, de Pieten Nieuwsredactie. Belangrijke nieuwsflash op school. School sportschoen. Opmerkelijk nieuws vanuit de klaslokalen. Peter, een dappere schooljongen, heeft aangekondigd dat hij dit jaar zijn schoen op school gaat zetten in plaats van thuis. En waarom? Omdat hij denkt dat er op school meer kans is op cadeautjes. Peter, met een twinkeling in zijn ogen vertelt ons, ik vind school zo leuk en gezellig. Dus dacht ik, waarom niet proberen mijn schoen hier te zetten? Misschien ziet Sinterklaas wel wat een goede leerling ik ben. Maar wacht, er is meer. Nolan, een andere schoolheld, heeft enthousiast verklaard dat hij op school blijft omdat hij denkt dat daar de echte cadeautjesactie plaatsvindt. Thuis is fijn, maar op school is het net een Sinterklaasfeestje elke dag. De leraren, verrast door dit nieuws, vinden het een geweldig idee. Het brengt echt Sinterklaasfeer in de klas, zegt meester Jansen met een glimlach. Dus wie weet wat voor magische verrassingen Sinterklaas voor de schoolkinderen in petto heeft. Wordt vervolgd in het Pietenjournaal. In het land van strooigoed en marsepein, rolde een regenwolk binnen, o oh zo klein. De lucht was grauw, de wind ging te keer, een typisch geval van echt hondenweer. De pieten met hun paraplu's, zwierig en snel, ze rennen door plassen, het lijkt wel een spel. Sinterklaas zoekt naar zijn meiter, o jee, waar is die gebleven in deze regenzee? Pakjes dreigen nat te worden, o wat een klucht, de regen klettert neer, zachtjes, als een zucht. Maar vrees niet, brave kindertjes klein, Sinterklaas laat het feest niet zomaar verregenen, fijn. Dus trek je regelaar ze aan, wees niet bang. Sinterklaas en Pieten zorgen voor een feest dat klinkt als een gezellige zang. Het weer mag dan wat druilerig zijn vandaag, maar het Sinterklaasfeest brengt zeker een lach.